heel onhandigs doen. Het is vandaag feest in het dorp. En we hebben een dorpsbarbecue. En ik heb een volle spaarkaart. En ik ben er niet. Dus die ga ik even bij Jelle afgeven onder de molendeur door. Ja, hier had ik natuurlijk bij moeten zijn. Het is een beetje vergelijkbaar met een feestje van Asterix en Obelix. Maar ik ga naar Nijmegen. Naar de boekenbeurs. De boekdrukbeurs. Het is de beurs van de margedrukkers. Dat zijn mensen die net als ik met oude persen werken en mooie looie letters. En de beurs van de private printers, zoals ze dat wereldwijd noemen. Daar maak ik nou ook deel van uit. En ja, dat is voor mij eventjes vandaag de belangrijkste bezigheid die je kan vinden. Tussen in totaal 6 evenementen waar ik naartoe had gewild. En op de tweede plaats stond natuurlijk onze eigen dorpsbarbecue. Maar het is tevens ook molendag. Dus het is dubbel feest bij ons in het dorp. Kijk, zo zien de Zeeuwse wegen eruit. Ik ben benieuwd hoe het elders is in het land. Nou, het begint al helemaal verkeerd. De A58 is afgesloten en dan word je omgeleid naar zoek het maar uit. Dus ik ga proberen over Zierikzee richting Gorinchem te komen. En we zien wel wat er nog meer aan verrassingen in petto zijn. En om het allemaal nog leuker te maken, gaat op de brug open. Dit wordt een latertje vandaag. Zo kom je nog eens ergens. De Heense Molen. Het molentje op de snelweg. Dan ben ik ongeveer op 2/3 van mijn route. Nog 1/3 en dan ben ik bij Ineke. Ik ben nu in Husse bij Ineke. Die woont hier. Ja, nog een poes. Wat leuk. Wel beest. Ja, dan heb je het helemaal voor elkaar. Je eigen mandje in het zonnetje, tussen de plantjes. Het was even zoeken, maar ik ben er. Maar dit was dus een herdruk van... Bijbelboek Openbaring. Ja. Met de originele houtsneden van Albrecht Dürer. Maar dat zijn dan reproducties uiteraard. Maar daar heb je dus ook weer nieuwe clichés van gemaakt, ja. Dan waarschijnlijk. Ja. Geweldig. Ja. Nou, dit was een super geslaagde beurs met tal van internationale contacten. Hele mooie ornamentjes die ik van Caroline gekregen heb. Hele mooie ornamentjes die ik van Tiki gekregen heb. Dit ook. En het mooie was, het was een internationaal gezelschap. Dus ik heb ook met mensen kunnen spreken van de Iron Press Private Printers Association uit Londen. Ik heb Patrick ontmoet, Patrick Goossens van het museum in Antwerpen. Ja, geweldig. Dit is een hele, hele belangrijke dag voor mij geweest. Ja, Nijmegen is echt een fantastisch mooie stad. Ik kom hier graag. En dan gaan we weer terug over deze beroemde brug richting het Zeeuwse. 1/3 van mijn route is afgelegd, nog 2/3 te gaan. En hier is het molentje wat waarschijnlijk niet heeft meegedaan aan de molendag. Wat wel had gemoeten natuurlijk. Nou, ik ben weer in het dorp. Ik heb geen idee hoe laat het is. Ik ben heel benieuwd of er nog wat over is van onze dorpsbarbecue. Ik heb zo'n vermoeden van niet. Vol op feest nog. De buit van vandaag. Behalve een heleboel belangrijke contacten heb ik ook nog een hele hoop prachtige ornamenten en initialen. Kijk hier
hier kan ik iets moois mee maken. Hele kleine ornamentjes. En dit zijn de staafjes. Hier de vierkantjes. Ja, dit is prachtig. Hier kan ik wat mee. Dit gaat helemaal leuk worden. Plus een kneeppers en een kleine boekenpers met een metalen rand. Ook een oud ding, dus dat vind ik alweer leuk. Dat past hier wel bij het atelier. Dus ik heb een hele vruchtbare dag. En vooral ook een aantal hele interessante contacten opgedaan, internationaal. Maar het is inmiddels over 6, ja, zeg maar bijna 6:30. En ik ga even heel snel voor het avondeten zorgen.